jazzmuziek spelen, 's morgens vroeg in een radiostudio, is vrijwel een onmogelijkheid. Waarom? Omdat jazz iets anders is dan alleen noten lezen, op knopjes drukken, blazen, op een drum slaan. Er komt inspiratie aan te pas. Solisten improviseren en kunnen vanuit een sfeer die voor hen een luchtledig is, met een temperatuur van 0 graden, geen creatief, geen scheppend werk verrichten. Dit zijn de muzici van Boys Big Band. Ze moeten op een ongelukkig vroeg uur jazz spelen. Toch. Want in studio's houdt men zich aan indelingen en schema's. Er moeten uitzendingen op de band komen. Men blaast dus wat. Leider Boy Edgar geeft zijn trompetisten een laatste aanwijzing. En er wordt uiteindelijk inderdaad gespeeld. Body and Soul. Met alt-saxofonist Herman Schoolderwald en trompetist Ado Broodboom. Dit is. Nee. Je moet die zaden in je hoofd hebben. Ik wil het nog eens. Je moet die zaden in je hoofd hebben. En daarmee bedoelt Boy Edgar de Scheere Zaden in Amsterdam. Een jazzclub waar de sfeer echt heel anders is dan in een studio. En waar men niet 's morgens vroeg speelt, maar 's avonds laat. 's Nachts.